Oké, hallo. Vanaf nu gaan we weer een nieuw enemy type krijgen. En ik hoor ergens een bom afgaan. Serieus? Ja, er komen weer enemy types. Gaan we de managers van Tata Steel ontmoeten? Dat zou best kunnen. En we gaan een keer schrikken binnenkort. Oh. Spoilers? Er zitten een paar... Ja, nou ja. Good luck met ze te vinden. Er zitten een paar goede jumpscares hier. Shit, man. Je maakt me zenuwachtig. Oh, en vertrouwd, er komen wel wat stressvolle situaties. En als het goed is, hebben we mijn geluid gefixt. Ja. Dus nu zijn... Hopelijk nice. Is iedereen nu beter te verstaan. Dat stoeltje is massief als een muur. Hoor je die bom ook? Ja. Het zou wel zo'n eentje zijn met een lijn of zo. Ja, toch? Zo'n mijn. Zit hier ook een bom? Oh, een trap. Oh, ja. Wacht even, ik wil eerst even hier kijken. Kijk uit. Oh, het is ook een trap. Careful. Waarschijnlijk gaan careful, we zelf leven. Careful, SpongeBob. Careful. Oh, mijn hemel. Ik wist dus niet dat de originele creator van SpongeBob niet meer leeft. Hoe? Ja, dat is waarom ze Patrick Stair Show hebben gemaakt. Is dat zo? Ja, want de originele creator wou niet dat SpongeBob zeg maar heel erg groot werd, behalve dat het SpongeBob was. Toen ging die dood en hebben ze Patrick Stair Show geannounced. Yeah. En like, ja. Wat voor corporate bullshit is dat dan? Nickelodeon. Wie is uiteindelijk dan de eigenaar van... Nickelodeon. Ja? Ja, het is gewoon van Nickelodeon. Het lijkt hun grootste IP volgens mij. Ik bedoel, die show gaat al meer dan 20 jaar mee. Het lijkt hun Sesamstraat. Met domme grappen. Ja, eerlijk. Ik vind SpongeBob echt een cult. Maar early SpongeBob... Net als met Simpsons, weet je wel. Early Simpsons, early SpongeBob was heel goed. Ja, maar dat early SpongeBob en early Simpsons... is denk ik voordat de corporate greed bij is gekomen. Maar nu is Simpsons volgens mij weer goed aan het worden... van wat ik heb gehoord. Weet ik niet eens zeker, maar... Dus ze zijn een beetje van die, inderdaad, die corporate greed storytelling afgestapt en meer naar de leuke verhalen gegaan. Maar ze hebben wel... what the fuck? Oké. Ze hebben wel bij de Simpsons Homer die Bart, zeg maar, stikt. Verstikt met zijn handen. Hebben ze weggehaald. Ja? Oh, daar is die. Waarom? Want het was niet kindvriendelijk. Ja, maar hou op. Maar het is gewoon... Het hoort er gewoon bij, toch? Vergeet niet dat je op die mijn kan schieten als iemand je volgt. Ja. Het is gewoon slapstick, toch? Dus... Mm. Maar we maken ons druk over. Dat. Het is een tekening. Fucking hell. Ik denk dus dat ze de... omdat het een remake is, dat ze de jumpscare weg hebben gehaald. En dat ze hem ergens anders hebben neergezet. Ik bedoel, misschien niet op de exactzelfde plek. Ashley? Oh. Ashley! Oh, interessant. Hier zien we Ashley nu. Come on, Ashley, wake up! Jij weet het beter dan ik, natuurlijk. Bro, is ze niet 16 of zo? Ja, ze is misschien 16 of misschien 18. Maar het is ook een Capcom game. Het is Japans. Ja. Dus, oh. Ze heeft wel een beetje van die moderne Japanse truikleren aan, weet je wel. Eerder een soort Amerikaans geïnspireerde... Ja, maar like, dat is een modestijl in Japan, heb ik het gevoel. Klinkt niet goed. Nee, hij klinkt niet goed. Heb je nog mijnen? Nee, zeker. Oh, er komt een groot gast. Was dat te ver? Nou, dat was oké. Okay. Gast leeft nog? Are you joking me? Zorg dat je ze alle twee in beeld hebt. Kijk uit. Oh, please. Het is instant dead met die dingen, toch? Nee, niet met deze. Oh. Diegene met de monden, zeker. Fucking Tata Steel, man. Kijk, allemaal monsters. Tata Steel Uncovered, het heet de episode of zo. Ja, ik wou eigenlijk wel deel 1 en 2 of zo, dagje meelopen bij Tata Steel. Ja, precies. Oh, oké. Geen suplex. Zou hij nou ook echt een masker op hebben of zou hij echt een koeienhoofd hebben? Het zou me niks verbazen als hij een masker op heeft. Of een echt koehoofd op heeft als masker. En dat de parasiet het masker in zijn lichaam heeft gecombineerd. Fused. Ja. Dat is waarom hij zoveel hits kan hebben. Is het Ashley, maar we hebben een keycard nodig. Louis keycard. Het zijn altijd keycards in sommige games, hè? Mm-hmm. Dat is wel zeg maar hip of zo. Nou, het maakt het vaak makkelijk, want dan kan je gewoon één kaart doen die meerdere dingen unlockt als je hem update of zo. Ja. Zoals nu speel ik. Was deze maand uitgekomen voor de Switch. Another Code Recollection.
Wat is dat ook weer? Het is een DS-game en een Wii-game. Oh, en dan ja, twee klopt. Samen met een soort van detective ding. Okay, en ik heb dat nooit gespeeld, maar ik dacht een DS-remake? Daar ben ik wel voor in. Ik ben benieuwd. Ja. En vooral omdat Nintendo dit ging maken, was gewoon... Ze hebben het niet meer door de publisher laten doen. Jawel, maar Nintendo heeft het zeg maar gevraagd of ze dit wilden doen of zo. Of de publisher heeft het gedaan. Maar het is allemaal via Nintendo geregeld natuurlijk. Want ja. Nintendo wil hard op hun IP zitten. Ja. Maar het ja. was ook zo random dat deze dan terugkwam. En ik heb de eerste game nu gespeeld. En het is super makkelijk. Maar het is ook wel leuk om terug te gaan naar die tijd van gamespelen. Net als nu met deze Resident Evil 4 remake. Dit is gewoon de tijd van de GameCube, right? Ja, dit is echt golden GameCube era. Ik heb het gevoel dat je dit soort games gewoon te weinig tegenkomt. Ja, dit bestaat niet meer. Nou, Alan Wake 2 komt in de buurt, toch? Oh, kijk uit. Alan Wake, ja. Ja, Alan ik Wake 2. Ik heb die game niet gespeeld. Maar dat is ook een soort van, in deze Resident Evil stijl. Zo over de shoulder als het goed is. Ja, dit is gewoon, ik weet niet, dit genre of deze manier van, dit vind ik een videogame. Maar ook met like Dark Souls en Elden Ring, weet je. Dat is like, mensen doen het nu wel steeds meer, maar om het echt een, door like From Software versie ervan te krijgen, dat is gewoon zeldzaam. Ja, maar ik vind goed. Ook niet, kijk zeg maar, ik kan begrijpen dat bedrijven zeggen van, yo, we gaan allemaal gezellig heel veel Dark Souls games maken. Nee, je moet sowieso iets doen wat je leuk vindt. Maar, Maar dat zie je ook heel veel met die farming games. Farming simulator games of zo. Ja. Like, maak een boerderijtje zoals, hoe heet het? Nog wat Valley? Garden Stardew Valley. Stardew Valley. En het verdient nog steeds geld. Mensen kopen het. Dat is fair. Maar aan de andere kant... Ja, het zijn allemaal net een soort van... Net iets anders. Ja, en het heeft net iets anders. Dus het heeft een ander bereik of zo. Maar het is... Zoveel van hetzelfde, dat hoef ik niet. Dan heb ik liever een RPG. Een RPG heb je nog tenminste een ander verhaal. En misschien een andere combat system, weet je wel. Ja. Dat maakt dat genre dan weer interessanter. Zoals ik heb Octopath Traveler 2 gekocht. Ik weet niet waarom. Want Octopath Traveler 1 was wel leuk. Maar ik vind de system eigenlijk heel erg traag. Combat system. En saai. Oké, okay, het is te... Het raarste vind ik eigenlijk... Dat je, als je in een gevecht komt, sta je aan de rechterkant van de bos. Oh. In plaats van links, zoals met Pokémon, weet je wel. Dus ze proberen dat te differentiëren. Is het ook niet zo als in Golden Sun, die trouwens ook naar de Switch komt? Golden Sun? Weet ik die niet. Die wil ik wel trouwens ook al let's playen. Oh man. We moeten sowieso Mirror's Edge gaan doen. Ja, is goed. Dat wil ik heel graag spelen. Weer. Wat wil je spelen? Mirror's Edge. Daar kan ik in een dag uitspelen. Dat is goed. Net als, wat was het? Metroid? Ja, maar die moet je nog een keer doen, want het geluid was ook heel kut. Ja, en nu hebben we het geluid... Ja, het geluid en je hebt dezelfde microfonen. Ja. Het is zo chill. Ik heb ook nog wel een paar dingen die ik wil opgooien. Ik ga een paar dingen wou ik met Jay doen, maar ik wil ook wel met jou iets verzinnen. We moeten een keer met z'n allen gewoon Mario Kart gaan doen. Dat is sowieso een leuk idee. Ik bedoel, ik kan mijn Switch meenemen en ik heb alles unlocked. Ja. Ah, gouden Mario, als je wilt. Nou, gouden wieltjes, gouden auto, gouden glider, al die shit. Is hier de jumpster? Hey, en god, ja, we moeten ze vermoorden, 100%. Dat zou wel groter, hoor. Zouden ze gewoon weer heen en weer lopen? Automatisch, of was dat gewoon een scène? Waar is je mes? Ik denk dat het misschien een scène was. Oké, een paar ideeën die ik had. Ik wil elke maand iets anders doen. Ik moet Metroid Dread wel oefenen, dan. Dat is niet erg. Oh, kijk, dit is de jumpscare. Ja, dat was niet echt een goede jumpscare. Deel 1 was hij veel beter. Hij is gewoon dood. Maar door wat is hij dood, is dan de vraag, toch? Hij zat daar gewoon in vast of zo, weet ik veel. Is het een oven? Ja, hè? Ja, het is een oven. Vroeger was het een koelkast, trouwens. Het voelt een beetje als de bakkerij van mijn vader. Hey, de merchant. Nice. Jumpscare my ass. De merchant is hier. Welcome. In ieder geval, het idee die ik had was, ik heb een Fiverr video klaarstaan. Die moet eigenlijk nog geüpload worden voor overmorgen, want het is nu 29e. Ja, laten we daten en deze video komt like maanden later uit. Nee. Nice. Vast volgende week al. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, want je wilt deze serie gewoon finishen. Ja, deze serie. We zijn van plan om vandaag ook af te maken. Ja. Sorry Jay. Ik ben dat Jared niet zult hebben. Ik mag hem wel, though. Als ik iemand like, nog van Coolbloom is, dan is het wel Jay en... wat is het, die gozer die naar Rotterdam ging? Ik ben zijn naam altijd kwijt.
die ook in het magazijn stond. Oh, hi. Hij was super chill. Ja, iets met een E of zo. Ja. Ik hoop dat het goed met hem gaat. Ja, nou, niet zo. Blijkbaar is hij een soort van weggepest of zo. Ja, dat had je verteld, ja. Maar ik dacht, ik breng dat maar niet op. Maar hij was ook een soort mediavormgever. Hij maakte LP-covers en zo. Vissen. En best wel goede ook. Oh, rat. Ja, pak die rat. Ja, nee, snij hem. Je weet het. Oh, een kip. Totem. Waarom leeuwen? Het is echt een soort van... we zijn echt in een keuken, ja. Of de achterkant van een restaurant of een bakkerij. Het lijkt op een bakkerij. Kijk eens recht vooruit. Dat zijn... Oh, dat is gewoon een ladder of niet? Nee. Oké, mijn andere idee... Wow. Ik krijg echt flashbacks. Dit wil ik in maart gaan doen. Maar dan ga ik met Brian... Ja. Volgens mij heb ik dit al verteld, hoor. Ga ik naar 3 landen. Oh ja. 24, dat is een kip. Schiet hem. 24 uur. Nee, die kip... Messen. Ik krijg niks van die kip. Weet je het zeker? Ja. Kijk. Is het? Oké, dit is niks. Nee, hij deed ook niet een 1. Oh, hij is niet dood. Hij deed ook... Oh, wat? Dat is die kip. Dat is die kip. Huh? De rat is dood, toch? Maar als die dood is, dan zie je altijd een 1 out of 3 als het echt een quest was. Kan je trouwens hier een quest van hem kopen? Nee, die moet je altijd vinden. Nee, toch? Oh ja, wel. Het is like zo'n extermination dingetje. Oké, volgende idee is wat ik heb. Is... Ik wil... ik ga het ook een keer met jou een doen. Een opblaaskrokodil? Ook dat wil ik. Om in de zee te drijven? Ja. Nee. En dan ga ik maar niet verder voor Merel. That's scary. Het idee is het volgende. Ik wil... Ken je die Hot Ones, die serie? Ja. Nou, ik ken het... Alleen van, like, memes. Ik ken het concept. Ja. Nou, wat ik wil doen, is het volgende. Ik wil zelf een Hot Ones maken. Ga je het Cold Ones noemen? Nee, ik ga het... Bevoren kip, salmonella tijd. Nee, salmonella tijd. Ik ga het Tantu Heat noemen. Tata Heat. Dat lijkt me wel grappig. Dat is wel nice. Ja. En dan een beetje hetzelfde concept. Moet alleen even kijken hoe we dat gaan opnemen. Mensen met interviews met andere bekende Nederlanders. Ja, maar ik ken geen bekende Nederlanders. Dus nee, je mag het doen met wie je wilt natuurlijk. Ja, ik ga het gewoon met vrienden doen, dacht ik. Tuurlijk. Oké, we gaan een paar treasures vinden. We hebben wel geld nodig, ja. Het is wel jammer dat ik nu niet zo'n guide bij me heb, hè. Guide? Zeg dat nou? Guide. Oh, ja. Dat is heel met like, alle shit die we moesten doen. Het is donker. Ja, dit is scary. Zometeen komt er weer zo'n propeller zombie uit het niets. Van de Village was dat? Weet hoor je dat dit nog? Geluid? Ja, ik hoor het. Er is sowieso iets hier. Oh. Kijk. Oh. Dit is echt Pinnacle Resident Evil. Ik herinner... Ik wil zeggen dat ik het ergens van ken. De stroom staat uit. Echt waar? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat hij een rondje loopt. Okay, die deur is dicht. Bro, we waren net nog in een keuken, nu zijn we in een ziekenhuis. Wat is het volgende idee? Hoe is dit Tata-stiel? What the fuck? Oh. Oh, dit is natuurlijk zo'n umbrella... Oh, die ben ik. Hier kan ik mijn keycard upgraden. Is dit een umbrella facility? Alles is van umbrella, maar ja, dit is een umbrella facility. Want, like, ja, ik snap dat alles van umbrella is, maar dit is echt... Je ging van keuken naar, like, een experimentenlab, want je zag die ziekenhuiswagentjes liggen. Dat is toch anders. Oké, nou dat is dicht. Fijn, we moeten achter hem aan. Maar ik heb dus nog niet echt andere ideeën. Maar tot en met maart heb ik in ieder geval... Dus elke maand wil ik een soort unieke video maken. Ik ben ook weer eens een bingo. Dat kan een soort backup video zijn. Ja, oh, stroom. Oké, stroom. Good to know. Laten we eerst... Wat is dit? Laboratory notice. Attending... Wil jij eens een keertje Ja, lezen? Sure. Attending pathologist... Ernesto Munez Reyes. Your keycard application has been approved by the head of the... Of the department. Please bring your level 1 keycard to the section and follow the procedure on the next page. Next page. Override card for level 2 clearance using the machine located in the freezer. Okay, we moeten naar de freezer. Override card for level 3 clearance using the machine located in incubation lab. Please ask each section supervisor for permission to access the machines. Facility 1 administration department. No. We hebben een keycard, denk ik. Oftewel... Oh, fuck. Oh, dat is kind of nice. Oh, we kunnen delen afsluiten en aanzetten. Bro, weet je de laatste schermen nog van Metroid Dread? Ja. Oh, de ene kant gaat aan en de andere kant gaat uit. Ja. Ik denk wel dat we hem aan moeten doen, though.
Dat denk ik ook. Gewoon omdat game logic. Kijk, ik weet wat ik nu nodig heb. Maar als je niet weet wat je nodig hebt, dan ben je de lul. Wat heb je nodig? Rifle ammo? Sniper ammo. We hebben heel veel sniper ammo nodig. Ik moet wel zeggen, dat monster dat voorbij kwam lopen leek wel op een grote vis. Het monster zit dus ook... Gezondheid. Het monster... Morgen mooi weer nog één keer, kom op. Ik liet een scheetje en ik hoest tegelijkertijd. Oh. Is dit er? Oh, dat is waarom... Oh, nu moet je terug gaan en hem weer elektriciteit andersom doen. Oké. Okay. Denk ik. Dit makes sense. Ja. Ja, nice. Oké. Okay, echt onnodig, maar nice. Dit monster wat we straks tegenkomen zit ook blijkbaar in een Resident Evil die op de DS zit. Revelation. Is het niet gewoon het monster van Amnesia? Nee. Is er een monster in Amnesia? Het zit een soort van varkenshoofd of zo. Nee, ja, sort of. Het zijn een soort van gewoon... Ja, hoe zou ik het zeggen? Een soort van... Dikke, witte mensen, maar ze hebben niet een kin en ze hebben een soort van flappen als lippen die eronder hangen. Weet ik veel. Het zal wel zoiets zijn. Ze hebben die developers van Amnesia hadden nog een horror game uitgebracht vorig jaar, toch? Met, oh, is het zo? Ja, en een veel engere en het monster gaat echt actief achter je aan. Het is echt een stalker. Nice. Aan de ene kant zeg ik nice, maar aan de andere kant, ik vind dat soort games eigenlijk heel erg cheesy. Deze zag er wel goed uit, though. Amnesia is misschien wel cheese, omdat het nu oud is. En het was toen nog een soort van indie. Maar de nieuwe... had wel productie van... Oh, je hebt hier een kaart voor nodig. Ja. Maar hier staat keycard. Oh ja. Dus hoe komen we er doorheen? De stroom hier wel aanzetten. Ja, hier wel. Oh. Is dat dan wat? Of is dat gewoon schaduw? Ik denk dat je schaduw was. Ja, oké. Okay. Ja, ik denk dat we nog geen monster gaan tegenkomen. Ik vind het wel vervelend hoe die stroom hier werkt. Oh, je hebt gewoon een eromheen gelopen. Power control lever? Ja, I see. Ik dacht even dat dit een... Oh, ja, kijk naar die kaart ook. Je ziet... het laat ook zien welke kant je dan aanzet. Dus als je hier gewoon het licht volgt, dan kom je ook goed. Ja, naar rechts. Wat is dit lab, man? Waarom ligt er allemaal van die... Glijmiddelkratten. Heb je dat niet gezien? Nee. Ik ga het nu even snel opzoeken. Ja, ik zag wel dus een YouTuber. Hij heet... hoe heet hij ook alweer? Een Ruby, nice. Hoe heet hij? Soda Popping? Ja. Die heeft dus een keer zo'n blauw vat met glijmiddel gekregen van een subscriber. Ja, je bedoelt deze, denk ik. Ja, hoe duur is dat? Ja, weet ik niet. Meestal zijn ze uitverkocht namelijk. Echt? Ja, maar kijk, je hebt dus... het heet hashtag LoopLife. En dit staat dan op hun... Amazon stond dit, maar deze is uitverkocht. Oh, die? Ja, die heb ik wel vaker gezien inderdaad. Dus maar ja, hij heeft dus zo'n vat. Dus als je wilt zien hoe het eruit ziet, zoek op LoopLife. Ja. Hij heeft dus zo'n vat. Ja. En wat moet ik nou hier... Ik weet echt niet waar ik naartoe moet. Ik denk naar de uitroepteken, toch? Ja, hier, het ding staat aan. Ah, ja. Wat is... What the fuck? Een hele puzzel maken. Oh, je moet het connecten? Ja, de truc is altijd dat je, als je een puzzel maakt, dat je moet beginnen bij het einde. Je hebt power en het power moet naar het midden toe. Oké, die moet omhoog, denk ik. Toch? Zo. Oh, nou, dat kan ook. Cover. X. Is dat goed? Is het niet goed? Oh, wacht. We moeten een volledig rondje maken. Ah, oké. Nee. Wait, als je confirm doet, dan... Huh? Oh, moet je misschien alle lijn... Nee, toch? Dat kan niet eens. Misschien kan het wel. Plus, je kan nu niet connecten met de rest als je hem zo hebt, ja. Ik zal hem zo doen. Nee, zo kan het dus niet, toch? Ja, dat kan. Ja, maar dit werkt voor een meter. Wait, er staat ook dat je twee... Oh, je hebt daar links onder nog. Zie je dat? Die. Ja, die moet je hebben. Dus je moet de middelste en die hebben. Ik zie nu ineens rechtsboven
0 van 2 staan. Hoe komen we daar? Nou, dat kan dus al niet. Ja. Ik denk dat dit het beste is. Dat kan dus niet. Nee. Want je kan niet connecten dan meer waar de stroom doorgaat. What the fuck? Ik denk dat je hem naar rechts moet doen. De bovenste. Like, deze gaat helemaal nergens. De bovenste moet naar rechts toe, ja. Dan die moet in ieder geval geconnect zijn op een manier. Ja, maar de bovenste manier. Gaat naar rechts. Dat is helemaal prima, maar die kan helemaal nergens meer heen. Oh, wat niet? Oh, dan naar links. Want omhoog kan sowieso niet. Dus hij moet naar links dan. En nee, als hij naar rechts gaat, kan je nog de tweede veranderen. Dit gaat nergens heen. Nee. Dit gaat nergens heen. Ja, maar als je dat doet, dan kan je de tweede die eronder veranderen. En dan? Nee, maar je moet hem eerst naar rechts doen, de bovenste. Of naar links. Eén van de twee kan. Niet deze in ieder geval. Rechts of links, ja. En dan, Adrian. Doe hem naar rechts. Doe hem naar rechts en ga eentje omlaag nu. Of naar... Ja, en nu verander je die. Oh, ja. Zie. Maar dat connect hij niet de onderste. Zo te zien. Dus dat kan denk ik dan niet. Want hij kan dan niet meer... Ja, dat. Okay. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Nice, dat is hem. Confirm. Nog eentje verder door. Naar rechts helemaal. Ja, daar hem. Confirm. Wat hadden we nou over? Bro, dit is een puzzel. Wat is hij over? Kijk, van dit is Nisha. Echt... Oh, dit ding. Hij gaat lopen, right? Nee. Niet? Er is er wel eentje aan het lopen. Even de keycard pakken. What kind of experiments are they doing here? Het is wel creepy. Mijn hemel. Blijf nog even naar kijken. Hoe heet hij ook weer? Leon Slut Kennedy? Ja, ga even lezen. Date, April 9th. At last, I've created new life. I call it Regenerador. Ja. Bra. Regenerador. Ja, echt dat. Conquistador. Its metabolic capacity is incredible. Unless all the parasites residing within the organism are destroyed. Its tissue can regenerate indefinitely. 10 april. Upon examining the body with a biosensor scope, I was able to confirm that the parasites behave like vital organs for the host. Almost as though it has multiple hearts. Ik bedoel, hearts! This new creation of mine is essentially immortal. Surely even Dr. Frankenstein himself would want to shake my hand in admiration. 13 april. I shared the news of my achievement with that pretentious bastard colleague of mine. His face went white. Then he started scribbling something in this notebook. I thought he'd be impressed, but instead he actually had the nerve to warn me of the so-called dangers. He's a fool. I have everything under control. Date niet aanwezig. The subject went wild and escaped from its cryogenic tank. I was the real fool. Echt waar, je had moeten luisteren. Ik hoor dat ding dus de hele tijd al hijgen, dus ik denk ook steeds dat hij overal is. Oké, we hebben level 1 keycard. En nu is die weg uit. Ik wou net zeggen. Moet je dat parry of was dat getimed? Het was niet getimed. Nou, hij kan dus regeneraten. Maar hij is dan even stunt of zo. Even kijken, wat moet ik nu doen? Terug naar de elektriciteit. Deze. Override terminal. Je moet eerst de elektriciteit switchen van die ene kant naar de andere. Is dat zo? Ja. Er staat een uitroepteken, dus ik ga ervan uit. En het makes sense, want dat is al wat je de hele tijd doet. Power. Maar moet ik ook niet gewoon deze doen? Nee, je moet eerst denk ik de elektriciteit switchen, zodat je er doorheen kan. Sterf voorzichtig. Ja, je moet je passen doorheen doen. Maar hij staat niet aan. Want je hebt stroom nodig. Altijd ik ben een gamer. Ik heb Metroid Dread in like 2,5 uur uitgespeeld thuis. Okay, is wel waar. Maar niet de eerste keer, toch? Nee, nee. Nee. Ik heb die game echt 5 keer of zo in een week gespeeld. Het is like een 5 tot 10 uur game. Als je het de eerste keer speelt. En dan is het gewoon fucking haasten of zo. Dan naar rechts hier dan? Hier links, ja.
Hij is echt snel. Oh, gaat hij ook omlaag? Nee, jammer. Hij is niet eens in beeld. Oké, go. Ik kon hem knifen trouwens. Dan links. Wil je nog de schat halen? Ja, maar dat kan ook als hij dood is. Ja, oh, kan hij dood? Tuurlijk. Ga je hem een asset gooien of zo? Alles kan dood in dit spel. Klinkt als een asset probleempje. Oh, zou die minder snel hellen als die bevroren is? Healen als die bevroren is, hier. Door de... Wat? Deurtje? Ergens zit hier wat. Oh, daar. Weer hem. Vijf! Oké, okay, in ieder geval moet die geraakt worden, ja. Gewoon opgelost. Gewoon... Oké, okay, als je die eentje naar boven gaat dus, en dan twee keer draait. Oh, dat werkt niet. Oké. Okay. Oh, want die bocht komt daar niet aan. Oh, dat kan dus ook niet. Dat kan gewoon niet. Oké, okay, dat kan. Je hebt ze allemaal, toch? Ja. Dit is echt een beetje gokken met deze puzzel. System restored. Bro, wat? Dikke vriezer, though. Gordon Ramsay zou jaloers zijn. Kijk, maar hier kwam... Oh! Oké, okay, hier kwam ik niet voor. Nee, maar kom okay. Nu, jij komt nooit voor de Uzi's. En wat is dit? Het is een... een soort van... Hoe noem je het? Een Uzi. Het is niet een Uzi, maar het is... Als het een TMP is, dan gaan we het verkopen. Het is een submachine gun, dat voor sure. Dan gaan we verkopen dus. Daar heb je echt niks aan. Of jij hebt er niks aan. Fuck die gun. Even kijken, examine. Je kan toch zien welke ammo die nodig heeft? Submachine gun. Ja, hij is submachine gun, dus hij is medium size submachine gun, dat... Fuck, echt heel cool dat je trouwens alles... Zo kan bewegen? Ja. Ja. Je hebt ook geen poppetjes aan je koffer. Klopt. Ik weet nog dat we daar heel veel moeite voor hebben gedaan. Je hebt ook een ei, zie ik. Dat was wel echt een top 10 voor een jumpscare. Heb ik alleen nu wel... Want dat is ook ammo. Ja, dit is dus een TMP. Nou, die gaan we dus weggooien. Hoe werkt de vriezer eigenlijk? De stroom stond hier zo lang uit. Geen idee. Ik wilde eigenlijk vooral iets anders Maar je hebben. Moet daar nog steeds iets boven doen, right? Of ben ik gek? Override terminal. Oh, ja. Aan het eind van de... Ja, hier zo, dat ding. Oh, was dat het? Keycard override. Oh, nu krijg ik level 2 keycard. Oh, ja. Of level 3 al. Oh, het is downloading slow. Oh, echt waar. Er zijn meerdere. Je hebt je submachine in pad, of niet? Bruh! Wat was dat voor een animatie? Je hebt beter zich in zijn hoofd eraf. Rustig reloaden ook. Hij blijft ook gewoon liggen. Shit. Schiet zijn been weer. Gelukkig kan je dat doen. Maar hoe vaak kan je dat volhouden, toch? Nice. Hij kijk is wel, uit dat hij op je springt. Schiet zijn hoofd voor extra steun. Oh. Dat is... Hij doet de vis wel heel goed. Hij doet de vis wel. Op de vorm. Dit is wel hard. Hij is wel niet eng, though. Hij lijkt wel een beetje op die conquistador waar we het eerder over hadden. Maar ja. Dan zonder body armor. Even kijken. Stroom waarschijnlijk weer doen. En dan daarin? Ja, want het is rood. Oh, ik denk dat hem gewoon meteen... Misschien kan je hem al activeren. Oh, hij is daar ook, ja. Het ligt eraan of je het stroom er al bij kan. Ja, het stroom staat aan, zo te zien. Hij is achter. Yes. Okay. En we hebben 3 nodig voor Ashley. En het grote probleem is vooral als we Ashley dus hebben. Ja. Dan moeten we haar ook weer gaan beschermen. Oh, nee toch. Wat doe je me aan? Wat is Ashley's volledige naam? Is het ook Ashley Slut Kennedy? Nee.
Ik weet niet wat SNL voor is. Ze is toch de dochter van de president of zo? Klopt. Ik weet echt niet wat haar volledige naam is. Ik bedoel, zij zou wel een Kennedy kunnen zijn. Moeten we het over de Epstein-list hebben? Nee. Nee, oké. Okay. Ik weet niet of dat echt geschikt is voor de stream. Nee, dat is fair. We gaan het er zo over hebben bij het eten. Als je meer van onze mening wilt horen, laat het berichtje achter in de comments. Oké, we moeten echt mijnen gaan maken ofzo. Wel fijn dat we de high ground hebben. Mijn knie! Suplex! Oh, hij heeft bolts. Nice. Hij is al dood. Hij heeft al shit gedropt, dus. Oh, is dat een big guy? Nou, hij heeft ijzeren helmpje of zo. Big guys komen nog. Vast wel. Oh, hallo. Geef me een moment, ik heb één kogel. Suplex, suplex. Suplex! Mijn hemel. Al die bots ook die misgeschoten zijn. Oké, okay, zie je nog iets achter? Ik denk het wel. Sowieso Urpie, lekker. Oké, okay, dat is wel fijn. Waar is de laatste keer dat we hebben gesaved? Begin van de aflevering. God damn, I'm scared. Kan je craften? Ja, sowieso. Maar ik wil altijd craften zoveel mogelijk uitstellen eigenlijk. Oh. Voor als je... Oh, er gaan sowieso een paar uitkomen. En je moet er doorheen. Ligt die sniper ammo? Nee. Oké, we hebben level 3 nodig. Die hebben we nog niet. Oh nee. Hoe komen we er dan? Oh ja, we moeten daar doorheen. Zou vast wel tijd kosten voordat die geüpdate is en dan worden we aangevallen. Ik denk dat je er gewoon doorheen kan lopen hier. Handgun? Ja, dat sowieso. Ik denk dat flash grenade niet echt heel veel gaat werken nu. Nee, het werkt meer op die dingen die uit de hoofden komen, toch? Ja. Oh, een kistje? Een kistje? Oh, goeie. Ja, ik zag het icoontje verschijnen. Oké, okay, let's go. Als het goed is... Oh, er ligt er iets midden op tafel. Handgrenade. Nou, dat kan geen kwaad, want we krijgen waarschijnlijk dan 2 achter elkaar. We kunnen sowieso wel heen en weer twirlen. Oh, oké. Okay. During a recent power outage, a test subject awoke from cryogenic stasis. Wait, what? Subject awoke from cryogenic stasis, broke out of its holding tank and escaped. Die zin klinkt net raar in mijn hoofd. Oké, okay. The subject was contained after 20 hours leaving seven dead and 19 wounded. We were unable to recover one of the bodies and a tool from inside it. Oké, okay, dus eentje heeft een tool, I guess. Na 20 uur hebben ze hem pas vast kunnen zetten. The cause of this unfortunate incident is the unstable power supply. The outdated generators cannot keep up with our demanding schedule. Management must prioritize the needs of the engineers over those of the researchers to prevent something like this ever happening again. Mijn dyslexie doet zoveel pijn in mijn hoofd. Godverdomme. Ik heb wel echt, zeg maar, deze gun nodig. Voor nu. Hij doet wel veel damage op die zachte lichamen. Kijk, ik denk dat nu de tering uit gaat breken. Ik denk dat je eerst nog je kaart moet upgraden, toch? Kijk.
Oh, Annie. Dat is goed voor je sniper misschien. Dan hebben ze dit wapenstuk beter gemaakt. Want waarschijnlijk kan hier een scope op. Ja, maar waarom zou je een scope op een submachine gun doen? Dat is beter voor de sniper, toch? Dat klopt. But you don't care. Kijk, zie je dit? Ja. Oh, het zijn er vier. Ja, maar moet je niet nog je kaart doen? Ja, maar waar? Daar gewoon. Daar is gewoon, ja, hier zo recht voor je. Dat gaat het activeren natuurlijk. Oké, okay, dit wordt wel een leuke set. Wel weird placement hoor, om je kaart steeds te upgraden. Ja, je zou denken dat ze ligt allemaal op dezelfde plek in een echt facility. Ja. Oh, moeten we het openbreken of zo? Need a wrench to get this open. Ja. En waar ligt dat? Kunnen we even checken of dit werkt wel nu? Hij is nu wel gelijk geactiveerd. Oh. Oh ja. Zeg goed, we hebben controle wanneer ze eruit gaan. Ze hebben een hard. Dat is wel super chill, ja. Nee, ze hebben er maar drie. Maar er zijn er dus ook volgens mij die vijf uit de range. Het is alsof de game wou dat we het zo deden. Oh, ik heb het zo warm. Pak die wrench gewoon. Hey, ik heb hem wel geraakt. Heb je dat? Hij is er niet uitgevallen. Je hoorde... Oh, dat was... Careful. Ja, wil je zo dichtbij staan? Oh, de arm. Nice. Als je dit dus niet doet, is er volgens mij wel een manier om gewoon heel veel damage op ze te doen. Ja. En alsof het dan. Vast wel. Maar dan waarschijnlijk... Er nog één ruimte is. Waarschijnlijk raak je dan ook die harten gewoon met randomness of zo. Ja. Range. Ruby. Nog een ruby waarschijnlijk. Oh, en Alexandrite. Maar rubies hebben we dus echt nodig. Nou, de ronde rubies zijn minder waard dan de vierkante. Dat zag er zo lame uit. Dat is zeker waar. Het gaat weer even duren. Ja. Oh. Hier kan je dus ook die dingen zien. Ik zie het. Maar wow, zijn hele fucking benen weg. Jesus. Je kan dus ook nu zien of er een dingen in zit. Wordt er nou een hamer uit? Oh, een granaat misschien. Huh? Ik was net... Careful, careful. Thomas, oh my god, dat was close. Heal even of zo. Je hebt genoeg herbs als het goed is. Je hebt al de hele tijd niet geheeld namelijk. Ofwel, heb je wel geheeld? Ik kan het niet eens herinneren. Oh, fijn. Jesus. Oh, mijn hemel. Dat was... Oké, misschien moet je door het raam even gaan springen. Je zit zo vast hier. Hard. Rijden ook een grenade naar mij? Nee, niet. Dat was nice. Oh, er zit nog iets in dat kastje. Voor zometeen. Er ligt nog veel meer. Oké, goed om te weten. Auw! Hij heeft een ijzeren helm. Hallo? Ja. Okay. Zo. Volgens mij hoort je rug niet zo te bewegen hoor. No, zeker niet, zeker niet. Oké, even alles oppakken. Ook de muren langs gaan. Er lag ook nog iets in dat kamertje waar je was. Ja? Ja, daar op de grond.
Okay. Linkermuren. Nice. Oké, dat moet het zijn. Misschien dat er nog iets op de grond ligt in het midden van de zaal, maar... Waarom kan het niet kapot? Want er is niks. Zit er geen glas hier ook? Ja, wel. Nou dan. Dan moet het toch gewoon kapot kunnen? Nee man, je hebt zwakke elleboogjes. Ja, inderdaad. Holy shit. Nou, maar ik kan dus nu in principe... Kijk, ik heb geen rij... Daarom was ik net rifle ammo trouwens aan het sparen. Ik weet niet of je dat door had. Nee. Dat, maar, ik wist niet dat het hiervoor was, uiteindelijk, maar toch. Ik kan nu zeggen, yo, ik stop hem op de... De submachine gun. Ah, oké. Cool, cool. Maar misschien gaan we wel de submachine gun nog een beetje gebruiken. Oké, je moet de andere kant op. Oh, kunnen we wel nu deze deur in? Oh, er zat iets in die kast. Ja. Give me. Flash grenade, nice. Maar kijk, we moeten eigenlijk nog even terug om deze treasure hier te halen. Ja, dat is bij Ashley. En daar gaan we nu heen. Er zit een gap in de wall. Oh ja. Want we hebben nu level 3 kaart. Want wat zit daar dan? Gewoon een hek. Daar moeten we ook heen. Niet. Dat is waarom we de kaart hebben gedaan. Oh, oké. Okay. Maar we komen dus nog twee van die gasten in ieder geval tegen. Oké. Okay. Of in ieder geval uit het originele spel. Er moet iets komen hier. Gele doos. Ja, dat sowieso. Dozen. Of wat is dit? Een locker? Ligt helemaal niks in. What the fuck? Weird. Gewoon shit in, gemarkeerd. Dit is wel een beetje tegen de logica van de game. Mm. Ah, kijk. Ah, Dark Souls. Onze reunie met Ashley is er is in aantocht. Mhm. Dus naar rechts, links. Oh, er is nog een uitroepteken iets verder. Daar zit Ashley. Ja. Dus een gap in de wall, daar kan ze in. Oh, dat moet zij dan gaan doen. Oké, okay. Nou dan denk ik dat we wel hier een beetje... Tijd om als Ashley te spelen. Nee, we gaan niet meer als Ashley spelen hoor. You sure? Nee, dat was maar één keer. Oh nee, zij moet ons omhoog tillen of zo, toch? Ja. Surprise! Ik wou net zeggen, zouden haar ogen nog goed zijn? She's infected, my boy. Kill haar. Dus die zeg maar die... Antidote? Nee, het is een soort tegenmiddel of zo. Ja. Het remt het af. Oh, het remt het af. Fair enough. Zien we het wegwerken een beetje? Ja. Ja, wel een beetje. Sowieso bij haar oog. You're gonna be okay. Thank you, Leon Slot. You are gonna be okay, oh, but are you gonna be okay, Leon? Jesus. Wat dan? Is Leon de eindbaas? Van Ashley? Even bijkomen. Even heel stoer zijn gun checken ook. Jemig. Zag er wel gangster uit. Ja, eerlijk. Oeh, einde van de chapter. Size matters. Godverdomme. Am I right, boys? Oh, dat is ook, gegaan. Is ook wel goed. Is zo goed als het eind van de aflevering. Oké, nou, tot volgende keer, jongens. Muscle. Later.